De zero-beweging heeft strikt genomen bestaan vanaf 1958 tot 1966. De groep werd opgericht door kunstenaars Heinz Mak en Otto Piene in Düsseldorf. In 1961 sloot ook Günter Ucker aan. En al snel kreeg de groep internationale tentoonstellingskansen en kwamen er samenwerkingen en kruisbestuivingen met veel andere kunstenaars. Hierdoor dekt de term zero-kunstenaar een veel bredere lading dan louter het lidmaatschap van de zero-groep. De benaming zero moest doen denken aan het aftellen voor de lancering van een ruimtetuig, het inluiden van een nieuw tijdperk. Men gebruikte nieuwe materialen en klassieke schilderkunst werd volledig verlaten. Centraal in het uiveren van de meeste zero-artiesten staan licht, beweging en monochromie. Om met licht en schaduw te spelen, maakten de kunstenaars vaak gebruik van plastics, spijkers, beschilderde voorwerpen, alledaagse dingen, relief en geribbelde oppervlakken. Bij zero is er geen grens meer tussen schilderkunst en beeldhouwkunst. Men streeft ook naar een symbiose tussen natuur, kunst en techniek. Ze vermeden alle individuele sporen in hun werk. Zo werden werken soms gemaakt door machines en werden multiples in enorme oplagen als volwaardige kunstwerken beschouwd. Ook het event of de happening wordt als kunst beschouwd. Het tijdelijke en het veranderlijke wordt geïntegreerd in het oeuvre. Zo doet ook de kinetische kunst haar intrede in de kunstwereld. De Zero-groep onderhield talrijke internationale contacten. Zoals bijvoorbeeld met de Italiaan Lucio Fontana, de Venezolaan Jesus Rafael Soto, de Fransman Yves Klein en de Zwitser Jean Tingly. Enkele projecten in het Hessenhuis te Antwerpen onder leiding van de avant-garde groep G58 zorgden voor een enorme dynamiek en een georganiseerde internationale uitwisseling. Op die manier raakten onder meer de Belgen Paul Bury, Jeff Verheyen, Walter Leblanc en Paul van Hooijdonk betrokken bij diverse Zero-projecten. Ook de Nederlandse tak van de Zero, de Nulbeweging, met als stichters Armando, Jan Hendriksen, Henk Peters en Jan Schoonhoven, realiseerde verschillende grote projecten. Onder meer met een grote expo in het Stedelijk Museum in Amsterdam in 1962 en in 1965 maakten ze enorme indruk. In 1966 viel de oorspronkelijke Zero-groep uiteen. Toch bleef de invloed van deze periode nog vele decennia nazinderen in het uiveren van heel wat kunstenaars. Internationaal wordt een grote groep kunstenaars aan de Zero gelinkt. Een wereldwijde expo-reeks heeft vanaf 2013 de aandacht voor deze kunststroming sterk verhoogd. Met een tweedelige tentoonstelling onder de titel Nu presenteert Galerie Schoots en Van Duyssen werk van de Zero-groep. In de bovenverdieping leggen we de nadruk op de Nulgroep en tonen we enkel werk van de vier stichters van de Nulbeweging. In de onderruimte wordt de Zero-groep in zijn algemeenheid belicht met de twee grote installaties met daarin origineel werk, bijzondere multiples en bijzondere publicaties.